en 7. Kasteel Batenburg. Als je dit bouwwerk zo bekijkt, doet de vorm je wellicht denken aan een gasfles. Misschien zou het dus wel een oude gasfabriek kunnen zijn waar we nu naar zitten te kijken. Maar dat is het natuurlijk niet. Kijk, dit ziet er beter uit. Dit zijn de ruïnes van het kasteel Batenburg. Een van de oudste kastelen van de hele provincie Gelderland. En dat het kasteel oud is, kun je zien aan de vorm. Het kasteel is namelijk rond. Pas na de kruistochten verkreeg men het inzicht dat een vierkant kasteel beter verdedigbaar was. Het precieze bouwjaar is onbekend, maar vaststaat dat het in ieder geval voor 1080 geweest moet zijn. Dat jaar werd namelijk voor het eerst melding gemaakt van de heren van Batenburg. Het geslacht van Batenburg stierf in de 14e eeuw uit en het slot kwam door huwelijk in handen van het geslacht Bronkhorst. Deze familie leefde vele jaren in onmin met de familie Hekerens. Bronkhorst bouwde in de 14e eeuw een nieuwe 3 meter dikke ringmuur om het kasteel. Hierbij kregen de bakstenen lagen de typische lichte banden, de speklagen. Rond 1410 werden bij de slotbrug deze beide bomen geplant door gravin Jacoba van Beieren. Zij werd al op haar 5e jaar uitgehuwelijkd aan de Franse prins Jean van Touraine. Kijk, binnen in deze 600 jaar oude boom groeit een andere boom. Door de eeuwen heen is kasteel Batenburg vaak belegerd geweest en het toneel geweest van oorlog. Maar ondanks de zware verwoestingen werd het kasteel altijd weer hersteld. Dat veranderde in 1794, toen het gebied werd ingenomen door de Fransen. Het kasteel werd in brand gestoken en het enige wat overbleef waren deze ruïnes. Het kasteel is nadien nooit meer opnieuw opgebouwd. Het verloederde en raakte overwoekerd met begroeiing. En alsof het nog niet erg genoeg was, omwonenden gebruikten de stenen voor het bouwen van hun huizen. Desondanks zijn de ruïnes, die tussen 1988 en 1992 gerenoveerd zijn, vandaag de dag nog heel indrukwekkend. Liefhebbers van geschiedenis kunnen een rondleiding door kasteel Batenburg krijgen met een gids. De prachtige ruïne wordt ook als openluchttheater gebruikt. Kijk, ze zijn aan het repeteren. Oei, zullen we maar gaan?